Herken je dit. Je krijgt via e-mail een contract voor de een of ander wat je moet ondertekenen. En dan moet je dat eerst uitprinten, dan je handtekening zetten, dan weer inscannen en dan terugsturen. Ten eerste kan er kwaliteit verloren gaan bij de scan. En ten tweede is het gewoon heel veel gedoe. Hier laat ik je zien hoe het eenvoudiger kan door je handtekening gelijk via de Mac in te voegen. Om het makkelijk te maken heb ik hier alvast een document dat we kunnen gebruiken. Je ziet. Het opent hier gewoon in de standaard voorvertoning-app van de Mac. We hebben niets speciaals nodig. Er zijn programma's zoals PDF-Pen die ook heel mooi zijn. En zeker handig kunnen zijn. Om dit te doen heb je niet extra nodig. Als we dan naar beneden scrollen, zie je dat ik een naam, een datum en handtekening moet invoegen. De naam en datum kunnen we ook eenvoudig doen met voorvertoning. Dus laten we daar beginnen. We gaan in de menubalk naar Extra's. Dan Annoteer. En hier dan. Dit voegt een tekstblokje in wat we met de muis naar de juiste plek kunnen slepen. En dat is in dit geval achter de naam. Hier vul ik mijn naam in. En dan zet ik hem even goed. er achter. En dan voor de datum willen we natuurlijk ook weer een tekstvakje. Dat kun je doen door de stappen te herhalen. Ik ga hier gewoon het bestaande vakje slepen. Maar dan met Alt ingedrukt. En dit zorgt ervoor dat ze het niet verplaatsen, maar een kopie maken. Dan vullen we dan de datum in, laten we zeggen 1 januari 1970. Het staat er nu vrij netjes onderal. Ja, dat is prima. En dan de handtekening nog dus. De eerste keer moeten we handtekening toevoegen aan de Mac. De volgende keer hoef je dat proces niet door, en kun je de handtekening gelijk gebruiken. We gaan weer naar Extras, naar annoteer. en dan naar Handtekening. Hier zie je Beheer Handtekeningen. Klik daarop. En je hebt twee opties om je handtekening in te voegen. Je kunt ofwel een trackpad gebruiken, bijvoorbeeld op een laptop of een Magic Trackpad, of een webcam die ingebouwd zit op bijna alle Macs. En ik ga je beide methodes laten zien, maar we zullen beginnen met de camera. Dat dat meer voorkomt. Om dit te doen hebben we een simpel papiertje nodig. Dat kan een a 4tje zijn. Of de achterkant van een witte envelop. Hier zet je je handtekening op. En dat doe je dan iets groter dan je normaal zou doen. Dus ik heb hier een a 4tje En dan ga ik daar gewoon mijn handtekening op zetten. Dus laten we zeggen dat dit mijn handtekening is. En nu zorg ik dat de handtekening die we op het papier hebben gezet. Netjes op dat blauwe lijntje ligt. Dus je houdt het voor de camera. Wanneer dat klopt, klik je met de muis erop gereed. Het kan makkelijk zijn om dit even samen te doen, zodat één persoon het blaadje goed voor de camera kan houden en de andere klikt. Maar is het gelukt, dan klik je gereed en kun je de handtekening gebruiken. Voor we dat doen laat ik je nog de methode met het trackpad zien. Om dit te doen met het trackpad gaan we weer een nieuwe handtekening invoegen. Om de handtekening te maken op het trackpad gaan we dus weer naar extra's. weer En dan naar. Handtekening beheer handtekeningen. En om de handtekening te maken op het trackpad, schrijf je eigenlijk met je vinger de handtekening op het trackpad. Een beetje zoals je ook eens voor pakketjes tekenen, bijvoorbeeld. We klikken om te beginnen. Het kan even oefenen zijn, maar op zich zet je dan zo je handtekening. Ik maak hem hier even wat simpeler dan mijn daadwerkelijke handtekening is. Probeer het gewoon rustig een paar keer. Ben je tevreden, dan druk je op een toets op het toetsenbord — spatiebalk vind ik makkelijk te raken hier — en dan is het klaar, je handtekening wordt weer opgeslagen. Omdat we de handtekening net gemaakt hebben, zien we de handtekening hier nu gelijk staan. Maar als dat niet zo was, dan gingen we naar Extra's, Anoteer, Handtekening. Dan kun je hier klikken om je handtekening in te voegen. Nu zit je op de juiste plek. Natuurlijk kun je het nog wat groter maken of kleiner. En je hebt een ondertekend document. Eén keer even wat moeite, maar daarna is het veel makkelijker dan het printen en scannen.